Dan premier Rutte is er vandaag weer bij op het World Economic Forum in Davos. Ja, nog tot en met morgen duurt deze bijeenkomst, die door sommigen een feestje van de economische en politieke elite wordt genoemd. Directeurs van 's werelds grootste bedrijven die zijn deze week neergestreken, net als bestuurders, politici, hoogleraren en journalisten. Ze praten en netwerken over het verbeteren van de handel over de wereld, over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, maar ook over het klimaat. Nou, er is een Nederlandse delegatie bij. Onze premier is er vandaag, ook ministers Kaag en Hoekstra zijn geweest. En vandaag is er bij staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Goedemorgen, mevrouw Heijnen, u bent erbij. Ik wil eerst eventjes naar een verhaal dat u schreef in Trouw deze week hierover. Want u vond het toch nodig om uit te leggen waarom er een Nederlandse delegatie is. Waarom? Nou, je merkt dat er in Nederland best wel veel onduidelijkheid is over wat er nou allemaal gebeurt. En er lijkt bijna een soort van zweem van geheimzinnigheid om het World Economic Forum te zitten. En nou ja, ik ben er vorig jaar geweest en ik ga dus dit jaar, ben ik er weer. Ik ben 2 dagen geleden gearriveerd. En ja, het kwam totaal niet overeen met het beeld dat ik ervan had. En toen dacht ik van, nou, misschien kan ik eens uitleggen hoe het voor mij in de praktijk is. Want u begreep dus wel waar voorheen het ongemak vandaan kwam bij sommige mensen die ook kritiek hebben op dit evenement. Hè, dat het allemaal te chic is en dat soort dingen. Nou ja, het is gewoon heel erg belangrijk om elkaar te ontmoeten. En op het World Economic Forum komen inderdaad ministers samen, maar ook directeuren van bedrijven. Mensen van maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld de directeur van het Wereld Natuurfonds. En wat we daar bespreken, dat zijn uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. Want heel veel problemen stoppen niet aan de grens van Nederland. En je zult dus ook moeten nadenken over hoe je samen tot goede oplossingen komt. En natuurlijk wat ik daar ook doe, want ik ben daar vanuit mijn portefeuille onderdeel milieu. We hebben grote uitdagingen om een circulaire economie te organiseren. U had het net over het bouwen van 900.000 extra woningen. Daar moeten we genoeg grondstoffen ook voor hebben. Nou, daar heb ik gesprekken over. En we zijn goed in Nederland op het gebied van duurzame mobiliteit. Dus alles wat te maken heeft met elektrische auto's. Maar we moeten ook daarvoor weer genoeg grondstoffen hebben om de batterijen te kunnen maken, om elektrisch te kunnen rijden. Nou, dat zijn gesprekken waar ik het dan over heb met andere mensen die zich daarmee bezighouden. Ja, genoeg kansen. Dus daar bedankt voor uw tijd deze ochtend en succes. Ja, Marieke, zie jij ook vooral veel kansen? Of heb je ook wel oor voor die kritiek die er ook is? Nou, er zijn ontzettend veel problemen die heel erg geglobaliseerd zijn, zoals net ook werd uitgelegd. En het is gewoon echt noodzakelijk om daar met elkaar afspraken over te maken. We kunnen niet als Nederland alleen deze wereld overleven en daarin functioneren. Dus het is gewoon ontzettend makkelijk, ontzettend belangrijk om dat met elkaar te doen. En ja, kan altijd beter enzovoort, maar ik aan zich is het heel belangrijk dat we daar proberen met staat, hoe moeilijk dat ook is, toch de hele tijd die onderhandeling aan te gaan. Ja, het is niet alleen dat, denk ik. Hè. Het is niet zeg maar dat daar iets wordt uitonderhandeld. Ik denk dat het veel meer de plek is waarop mensen proberen van elkaar te begrijpen waar je mee bezig bent. Hè, dus wat er in die gesprekken, het zijn heel veel panelgesprekken, wat je daarin ziet gebeuren is dat daar onderwerpen, en dan worden verschillende invalshoeken worden daar gebracht en mensen spreken elkaar en die politici en die bedrijfsbazen, zeg maar, proberen van elkaar te ontdekken. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat moet je voor elkaar krijgen? En wat betekent dat voor mij? Ja. En die begripsvorming, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja.